In deze video gaan we analyseren waar ik vooral op moet gaan trainen en gaan we een plan neerzetten, zodat ik kan gaan winnen van een niveau 3 speler. Vandaag is de eerste training richting de 3 en beginnen we met testen. Want zonder te testen hoe ik er nu voor sta, weet ik niet waar ik aan moet werken. Productieteam on tour. We kunnen inspelen, maar we kunnen ook doelgericht inspelen. En we gaan dan ook gelijk testen hoe mijn spel ervoor staat wat betreft het baseline spel. En wat ik moet doen is dat ik in het midden blijf spelen en dan voorbij de hoepel, of in ieder geval rond de hoepel. En mijn voorhand is mijn wapen, maar wat ook opvalt is dat ik de bal soms een beetje aan het duwen ben en mijn elleboog nog dicht bij mijn lichaam heb. Oftewel, ik raak de bal te dicht bij me. En dat heb jij wellicht ook als je speelt. Nou, in het begin gaan we daar ook even aan werken, maar is het altijd belangrijk als je progressie wil boeken, ook voor jou als trainer als je dit kijkt, dat je gaat testen, ja, waar loop je nou tegenaan? Nou, ik loop er dus tegenaan dat ik de bal niet helemaal goed tim, er niet goed voor sta en daar willen we aan gaan werken. Nou, wat ik in deze oefening moet doen is dat ik speel naar waar Jeroen staat. Dus ook een stukje anticipatie. Ik moet alles met mijn voorhand slaan. Daardoor moet ik goed bewegen. En als Jeroen verandert van positie, moet ik daar ook in gaan aanpassen. Nou, wat je hier ziet, is dat ik al veel meer ruimte heb met mijn voorhand. Nou, de focus ligt voor nu nog even op de voorhand. Maar we beginnen ook alvast langzaam met serveren. Om dat een beetje op te warmen en ook omdat ik daar graag aan wil werken. Als ik kijk naar waarom ik nu niveau 4-5 ben, komt dat doordat ik vast ben, best wel wat in huis heb, maar niet genoeg doorpak om van een 3 te winnen. Onder andere heb ik dat met de service, maar ook met andere aspecten van mijn spel is het te wisselvallig en dus niet gevaarlijk genoeg. Waar we aan willen werken is een sterke slice service, vooral vanaf links naar buiten. Ik slice dan namelijk naar de backhand van mijn tegenstander, waardoor er ook ruimte is voor de tweede bal. Mijn voorhand is mijn favoriete slag, maar ook hier zit veel verbetering. Ik blokkeer de slag namelijk soms met mijn andere arm en gebruik mijn romp niet optimaal. Het gaat zeg maar nog niet allemaal even smooth. Zoals je hier kan zien, vang ik mijn racket op en haal ik hem achterlangs. Dit zorgt ervoor dat ik met wat meer ontspanning ga slaan en mijn romp wat meer gebruik. Daarna ook hier dat ik bijvoorbeeld de houding wat langer vasthoud na het slaan. En het is echt al een groot verschil met het begin. Ik draai gewoon veel meer uit met mijn slagschouder. We zijn nog niet klaar met de voorhand, want ik sla wel met topspin, maar er zit wellicht veel meer topspin in. En dat vroeg Jeroen zich af en dus ging hij mij testen om met 80% spin te slaan en 20% vaart. Dan nu het ultieme moment. Mijn spel, en dan vooral mijn service, testen onder druk. Het staat hier nu, hebben we bedacht als opdracht, 4-4 in games en 30 gelijk op mijn service, waarbij ik maar één service heb en ik weet dat Jeroen een soort John Isner is. Hij kan mega goed serveren. Ik moet de game dus winnen, anders verlies ik sowieso de set. Wat je nu ziet is typerend voor mijn spel. Ik krijg het niet voor elkaar om drukvol genoeg te spelen en ik maak ook nog eens te veel fouten met de service. Zeker tegen goede 4 spelers gaat dit heel erg duur staan voor mij. Dus hier moet ik aan werken. Normaal gesproken
probeer ik gewoon de bal in te spelen en vanuit daar, vanuit de rally, het punt te winnen. Ja, hoe lekker is het als die service gewoon beter wordt dan dit? Productieteam on tour. Oké, laten we die servers dan eens goed testen. Zonder te testen wat iemand kan, weet je ook niet goed waar je aan moet werken. We starten met het testen op vaart. Een vaart heb je onder andere nodig om gevaarlijker te zijn met je servers. Hele mooie, ook al was hij niet zuiver. Kan je deze nog een paar doen? Hier wilden we kijken of het lukt om de bal hard naar beneden te slaan, waarbij de bal hoog tegen het hek stuitert of zelfs eroverheen. Er zit veel winst in mijn service als ik vanaf links scherp naar buiten kan serveren. Want ja, als linkshandige kan ik dan de slice toepassen en mijn tegenstander helemaal uit de baan spelen. Waardoor ik de tweede bal in de open hoek kan spelen, ja, of diezelfde hoek in. Ook dit gingen we testen en dit bleek nog aardig lastig te zijn. Het langzaam van snel ritme en ik denk los hè, en een stukje lef, dat eigenlijk de belangrijkste dingen zijn. Ja. Ik denk dat jij toch nog een beetje tegenhoudt. Ja. Kijk, als ik moet je kijken als ik mijn paard verkeer. Finish. Langzaam naar snel. Deze zag er heel goed uit. Deze is leuk. Ja, nog een keer. Los. Na het bekijken van mijn spel tot nu toe is het belangrijk dat ik met de voorhand zorg voor ruimte en meer balbehandeling, ofwel meer spin. Zodra er ruimte is en ik de bal dus goed inschat, kan ik ook mijn lichaam meer gebruiken en dit zal veel opleveren. Maar de meeste winst zit waarschijnlijk in de service. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat ik met mijn achterste voet voorbij mijn voorste voet ga. Mijn elleboog zit eigenlijk op slot, want die druk ik tegen mijn lichaam aan en ja, mijn blad is net een dienblad. Mijn opgooiarm die blijft ook te veel in de weg zitten en die willen we dus eerder naar beneden krijgen. En zoals Jeroen al zei, dan zou ik meer kunnen doorzwaaien. En dat heeft ook met een ontspannen slag te maken. Zonder bal doe ik deze aspecten eigenlijk al een stuk beter. Oké, nu zijn die technische punten misschien heel interessant, maar daar ligt niet alle focus op. Ik wil handige oefeningen gaan toepassen en ik wil aan alle aspecten werken. Dus zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal. En ik ga ook gelijk 2 dagen later meedoen met een groepstraining. En werk ik dus aan de rotatie en aan de romgebruik met mijn voorhand. Daarnaast wordt er veel geserveerd en speel ik tegen deze kleine man, waarbij ik al goed kan oefenen. Ook het fysieke aspect gaat trainen. Dus dit is een leuke oefening die we hebben gedaan. Volgens mij waren er heel wat oefeningen die ik echt heel lang niet gedaan had. Maar dat is juist goed. Dus ook weer beter bewegen. Jezelf eigenlijk ja, opdrachten geven. Of dit gaf je fysieke trainer mij als opdracht om dit soort oefeningen te doen. En dit is ook leuk. Met andere mensen die ik nog niet kende trainen. Nou, die opgooiarm wil ik eerder naar beneden hebben. En die heb ik ook geoefend met Jeroen door ook te starten weer met opgooien. Waardoor ik hem opgooiarm eerder kon voelen. De kick service om de elleboog een andere positie te geven. En dus natuurlijk met het lintje waardoor hij echt lekker hoog moet. En dat was heel waardevol. Het is nu 3 november. Woensdag. En ik ga nu trainen met Jeroen weer. En kijken of die kick service nog beter kan.
Maar ik ben heel blij met hoe het tot nu toe gaat. Nou, ik ga even opschieten, want anders ben ik te laat. Let's go! Tijdens de training in Soest neem ik het dan op tegen Sepp. En zoals je hier ziet kan hij tennissen. Dus het is leuk om veel te trainen, maar je moet het ook altijd testen tijdens wedstrijden. Kijken of je iemand, ja, of je wapens die je traint ook echt van toepassing zijn. Of je ze kan gebruiken op momenten dat het erom gaat. En ik merk dat het best wel goed gaat, maar ook doordat ik aan veel dingen toch wel aan het denken ben, dat het averechts kan werken. Een hele vuile slice. Enorme bladversnelling naar buiten. Ik wil Sepp naar die muur zien gaan. Ga je weer lefty power? Ja, lefty power, precies. Komt allemaal op je YouTube-video. Best wel trainen, best wel dekken. Het fysieke aspect is onwijs belangrijk en daar heb ik altijd aan gewerkt. Maar doordat ik nu dubbele uren maak, is het belangrijk dat ik specifiek aan de bak ga als tennisser in de gym. Om blessures te voorkomen, maar ook om beter te bewegen als tennisser. Hoe zou jij mijn spel omschrijven? Jouw spel. Ja. Eigenlijk beter tennis dan vorige keer, of niet? Lukt het mij om van Nathan een punt te winnen? En wat zeggen anderen over mijn spel en over mijn speltype? Daar wil ik achter komen en deel ik ook deze training met jou. Waarin ik uiteraard ook dan weer fysiek aan de bak ga.